Dames en heren, goedenavond. Het komende uur krijgt u zoveel mogelijk te zien en te horen van de 10e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een Tour die voor Erik Dekker zijn laatste was als renner. Maar zijn afscheid werd niet zo mooi als hij gehoopt had. De 35-jarige coureur kwam vorige week dinsdag in de derde rit naar Valkenburg zwaar ten val. Liep een hersenschudding op, verloor enkele tanden en werd met ernstige wonden in het gezicht naar een ziekenhuis gebracht. Vandaag mocht Jeroen Koster bij de onfortuinlijke Dekker op ziekenbezoek. In dit huisje in de Drentse bossen vinden we de familie Dekker. Ruim een week na zijn zware val werkt Erik Dekker hier aan zijn herstel. En dat betekent vooral rustig aandoen. Ik kan niet zeggen dat het nou echt heel goed gaat. Tenminste, ik had ergens op de Soudan moeten zitten, geloof ik. Maar nee, naar omstandigheden, als je vergelijkt met een week geleden, dan gaat het wel. Als ik de foto vergelijk met hoe je nu voor me zit... Ja, daarom. Dus alles is in vergelijking met 7-8 dagen geleden. Dus het valt allemaal mee. Maar echt goed. Ja, dat mag ik niet zeggen, denk ik. Dat is het fysiek. Zit er nog een mentaal aspect die nadreunt? Wel van de val zelf. Niet het feit dat ik uit de Tour ben op zich. Ik zal niet de laatste renner zijn die de Tour uitvalt of moet afstappen. Maar ja... Het is mij wel de laatste dagen duidelijk geworden dat het niet zomaar een val is geweest. En de gevolgen daarvan, ja, met schaafwonden in je gezicht en zo, dat zijn toch... Dat is nog iets anders als op de rest van je lichaam. En vooral de beelden en de foto's van de val zijn redelijk schokkend voor mij. Dekker heeft de impact van zijn val zwaar onderschat. Zo meldde hij kort daarna al dat hij per se een comeback ging maken. Een paar dagen later dacht ik er even anders over. Ik heb even een paar dagen gehad van... Ik wil niet meer vallen. Nou, dat betekent dat je niet meer moet fietsen, anders dan loop je altijd een kans dat je valt natuurlijk. Dus, maar goed, nu is dat iets anders. Alleen ja, ik heb gewoon een hersenschudding en ik moet daar van herstellen. En het is moeilijk exact aan te geven wanneer ik daar helemaal geen last meer van heb. Dus, maar het was inderdaad wel een droom van mij. Zowel in de Tour, maar ook de rest van het jaar gewoon op niveau uit te rijden. En ja, dat op niveau uitrijden gaat denk ik niet lukken. Dekker twijfelt nu dus of hij zijn carrière in stijl kan afsluiten. De wonden helen langzaam, maar met zijn vrouw en zoontjes fietsen mag hij nog niet door zijn hersenschudding. En de tijd zal leren wanneer en of hij terugkeert in het peloton. Over een week mag ik weer fietsen misschien. Dan, als dat gaat, dan gaat dat. En dan kijk ik wel waar het schip strandt. Ik weet ook niet hoe ik in de koers ga reageren op gevaarlijke situaties of dat soort dingen. Want het heeft toch wel iets met me gedaan. Dus, maar hoe dat de komende weken of maanden uitpakt, dat weet ik ook niet. Vanuit Drenthe volgt Erik Dekker de Tour op de voet. Hij heeft regelmatig contact met ploeggenoten en is ondanks zijn situatie oprecht blij met de twee zegers van Frère. In dit geval ben ik gewoon blij dat het goed gaat. En ik heb niet zoiets van, goh, was ik daar maar bij of zo? Ik was natuurlijk liever wel bij geweest, want dan was ik gewoon niet gevallen. Maar ik kijk gewoon als ploeggenoot van die jongens naar die Tour. En ik kijk als liefhebber naar de Tour, want het is best een mooie Tour, denk ik. En het gaat een leuke Tour worden. En voor de rest zit ik daar niet extra te balen of zo. Kijk je ook al een beetje als toekomstig ploegleider naar de Tour? Ja, dat lijkt me wel. Ik bedoel, over een half jaar is het zover. Dus dan, het zit wel in mijn gedachten natuurlijk. Maar ik moet zeggen, voorlopig heb ik het nog... of ook nog heel druk met mezelf. Ja, Erik Dekker, gelukkig weer wat opgeknapt. Logischerwijs nog niet zo vrolijk. En ja, dan gaat zo'n Tour gewoon verder. En Dekkers ploeggenoten hadden gisteren opnieuw een feestje... na de tweede etappezege van Oscar Freire. Han Kok ging vanochtend bij de start in Cambo-les-Bains... op zoek naar de toch succesvolle Rabobankploeg. Deze Rabo-supporter had een feestsigaar opgestoken... ter ere van Oscar Freire. En ploegleider Erik Breukink, hij moest handen schudden. Onder andere van Henny Kuiper, die zegt van kijk, ik had het gezegd. Die Frère die kan het, die kan massasprints winnen. Frans Maassen nipt al aan een vroeg colaatje, want er is toch wel een feestje gevierd gisteravond. Gezellig. Dus, vooral het personeel heeft wat meer gedronken dan normaal. Maar ja, dat moet. Hè. Twee etappes winnen in de Tour, dat lukt niet ieder jaar. En wat dat betreft is er al een stukje rust bij ons. En dat allemaal dankzij de twee etappezegers van Oscar Freire... die waarschijnlijk op de rustdag volgende week in Gap... een nieuw tweejarig contract bij de Rabobank tekent. Op een derde etappezege van Freire zullen we nog even moeten wachten... want vandaag gaan we dan eindelijk de hoogte in. En zal het woord aan de klimmers zijn.
Wij gaan eerst maar eens even naar een klimmer uit het verleden. Namelijk zevenvoudig winnaar van de bolletjestrui, Richard Wieranke. Nog immer populair. Wie verwacht hij? Je sens bien des attaques de coureurs comme Rasmussen, Michael. Dat verwachtte deze klimmer van de Rabo-ploeg zelf ook. Want dit liet hij vandaag in een Franse krant optekenen. Als ik goed ben, dan val ik aan. Dat is een citaat uit de L'Équipe die Rasmussen een Nederlander noemt. Goed, wij weten beter. We gaan naar Rasmussen zelf. De renner van wie het bekend is dat hij weinig praat als hij zich echt goed voelt. Wil hij vandaag praten? One question. Oké, één vraag. Daar gaan we. Oké, Miguel, how are you feeling today? And what are your plans today? I'm feeling all right, and we'll see how the day progresses. And what's your plan? Is it your plan to attack today? I have no plans. Hij praat, maar zeer kort. Dan Frans Maassen over de Deen. Ja, hij is wel nerveus. Maar dat is hij eigenlijk al heel de Tour, dus het hoort ook bij hem. En het is voor hem natuurlijk het moment van het jaar. En de bergen gaan beginnen, dus het is logisch dat hij wat nerveuzer is, ja. Hoe is het met hem? We gaan het zien. Hij gaat zeker wel proberen om een keer weg te komen. En natuurlijk, die vrijheid die gaat hij niet zomaar krijgen. Hij is toch met de Tour van vorig jaar in het achterhoofd een gevaar voor sommige mannen. En heel veel ruimte zullen ze hem niet geven. Rasmussen staat bekend als een echte controlfreak. Altijd is hij in de weer met zijn gewicht, zijn voeding, zijn materiaal. Hij heeft zelfs, zo gaat het verhaal, de gelaatsuitdrukkingen van zijn tegenstanders bestudeerd. Om te zien hoe ze eruit zien als ze verzuren. Hij laat niks aan toeval over, dus hij is op het extreme af. Ja, misschien wel. Ja, ik zie hem niet het hele jaar, maar hij wil gewoon alles 100% het beste voor hem. En dat is een goede instelling, denk ik op zich. Dus hij leeft er gewoon heel streng voor. En dat is zijn kunst om goed te zijn, zeg maar. We gaan de berg in en dan is het belangrijk om goed te eten. Dat weet ook Menschov. En Rasmussen weet het inmiddels ook. Hij heeft in de Ronde van Zwitserland, toen hij de hongerklop kreeg, zijn lesje geleerd. Of hij kan aanvallen vandaag, we gaan het zien. Het gaat vandaag dus naar Po. En Po is alweer voor de 58ste keer aankomstplaats in de Tour. En daarmee is het een echte toerstad. De laatste keer was vorig jaar, toen won de Spanjaard Oscar Pereiro Cio. De eerste keer was in 1930. Alfredo Binda was toen de snelste. 6 keer passeerde een Nederlander als eerste de streep in Po. Theofiel Middelkamp was in 1936 de eerste Nederlander. Op de kop af 68 jaar geleden won hij de 7e etappe die van start ging in Bayonne. Daarna moesten we 42 jaar wachten op de volgende Nederlandse zege. Henk Lubberding, en hij krijgt er nu zijn etappezege in de Tour bij. Hij kijkt nog eens om. Hij kan dat met een gerust hart doen, want nog even en hij is in de laatste meters. Nog een paar honderd meter en dan gaat Henk Lubberding hier zijn feest vieren. Dan is hij etappewinnaar in de Ronde van Frankrijk. Winnaar in de 10e rit, Henk Lubberding. En wij gaan zo aankomst kijken naar de eindsprint van Gerrit Nederland. Maar hier nog eerst even de doorkomst van Jean-Luc van den Broeke die er alles aan doet. En hier komt Kreteman in die winteretappe. Fantastisch gedaan. We zouden het haast niet opgemerkt hebben in deze drukte van dit volle peloton. Maar de 10e Nederlandse etappezege is een feit. 7 jaar later, in 1987, gaat Erik Breukink er in de slotfase alleen vandoor. Hij blijft vooruit en wordt de 4e Nederlander met een etappezege in Po. De nummer 5 komt een jaar later al. De mannen van Raas en de mannen van de groene truidrager van Eddy Plankaert voortdurend aan de leiding voor eigenlijk een pieterig klein etappetje dat de renners naar Po moest brengen. Mannen van Pontempi nu vooraan. Zou het zo zijn dat de Italiaan kans maakte op een sprintoverwinning? Op dit moment was al duidelijk dat Jean-Paul van Poppel er niet kwam. Etienne de Wilde trekt links-recht door en Pontempi gaat zelf aan de rechterkant. Rechts nu de Wilde met Adrie van der Poel, links Pontempi en Finney. En van der Poel wint de etappe heel makkelijk en met een machtig gebaar. 1 van der Poel, 2 de Wilde, 3 Finney. Voogd, Lely, Van Bon, Agnoluto. Schijnbeweging? Nee. Agnoluto wil, maar kan niet. Van Bon kijkt, Agnoluto zet aan en daar, nee, niet. Schijnbeweging. Van kop af
ook van kop af. Lely gaat mee. Van Bon kiest voor wat? Van Bon. Van Bon. Leon van Bon. Leon van Bon met Vogt. Leon van Bon en Vogt. Leon van Bon wint de etappe. Vogt voor tweede. Lely derde. Agnoluto vierde. Leon van Bon krijgt daar waar hij recht op heeft. Middelkamp, Lubberding, Kneteman, Breukink, Van der Poel, Van Bon. Dat zijn de Nederlanders die hier op de Place de Verdun in Pau wisten te winnen. Inmiddels zijn we in 2006 en de kansen voor de sprinters zijn voorlopig voorbij. Vandaag werd er dus voor het eerst serieus geklommen, zonder overigens de Fransman Laurent Brochard. Hij bleef in het hotel achter met een rugblessure. De tiende etappe begon in het zuidwesten van Frankrijk, aan de voet van de Pyreneeën in Cambo-les-Bains. Met de finish dus na ruim 190 kilometer in Pau, onderweg een beklimming van de derde categorie. Verder de Col de Soudet van de buitencategorie en de Col de Marie-Blanc van de eerste categorie. Le maillot jaune, de gele trui, traditiegetrouw op de eerste rij bij de start. En de trui nog steeds om de schouders van de Oekraïner Sergei Gonchar. Het groen nog steeds voor de Australiër McEwen, die al 3 ritzegens won. Maar het is de dag van de waarheid. Niet zozeer voor McEwen, maar wel voor Gonchar. De bergen wachten, de Pyreneeën wachten. Vandaag een eerste voorzichtige beproeving. Morgen een loodzware rit met 5 kols. Een vroege kopgroep met onder andere Weekman daarin en Sylvain Chavanel. Vanuit het vertrek direct demarages. Vandaag is een dag voor de aanvallers op papier. Daar het peloton. De reactie blijft uit, maar niet bij deze protestanten. Dit zijn schaapsherders uit de Pyreneeën. Ook Basken daarbij. Zij protesteren tegen het uitzetten van beren in dit gebied. En Jean-Marie Leblanc persoonlijk moet eraan te pas komen om de actievoerders aan de kant te zetten. Spandoeken voor de wielen langs, ja, dat is lastig fietsen. En ook het peloton moet eraan geloven. De overheid wil beren uitzetten in dit gebied waar ze oorspronkelijk leven. Maar de schaapsherders zijn tegen. U kunt zelf verzinnen waarom. Chaos bij de kopgroep en chaos bij het peloton daarachter. Een onoverzichtelijke situatie die ertoe leidt dat de vroege vluchters teruggegrepen worden. Maar nieuwe aanvallen leiden tot deze kopgroep en die heeft wel een kans. 14 man, een rare samenstelling, een paar sprinters, Benatti en Husoft en klimmers als Mercado. En heeft deze groep kans? Samenstelling van de kopgroep als dus Vogt van CSC, Dessel van AG2R, Postuma van de Raboploeg, Steegmans van Davitamon, Benatti de sprinter van Lampre, Vasseur van Quickstep, Husoft, hij zit er wel degelijk bij, van Crédit Agricole, Isasi en Landa Luze, de mannen in het oranje voor de Baskische ploeg. Moreni rijdt daar van Cofidis, Rinero voor Sonier Duval, Dacruz, Française de Jeu, Quinciatil, Liquigas, Spriek van Bouygues Telecom. Dan hebben we 14 renners geteld. De 14 geloven erin. Daarachter overleg bij T-Mobile. Die hebben Gonchar in het geel, maar die hebben veel mannen in de kop van het algemeen klassement. Zij controleren de snelheid. En dit is de duurste waterdrager ooit. Tom Boonen. Die bewijst dat er ook in de regenboogtrui 10, 11 bidons kunnen. Vandaag waterdrager. Geen sprint wordt het. Daar is de etappe te zwaar voor. Patrice Holgand let dan niet op en botst op een Baskische achterbumper. En die zijn hard op de auto van Euskaltel. Actuele situatie, 13 koplopers met daarbij 1 Nederlander Joost Postuma. Voorsprong groeit naar bijna 8 minuten. We gaan richting de eerste grote klim van de dag. En ook de eerste echte klim van de Tour, hors categorie. Col de Soudet, 1540 meter hoog. Een beklimming van 15 kilometer lengte. En redelijk stijl ook. Husoft heeft zich geposteerd naast de wereldkampioen Bonen. En vertelt nog eens hoe zwaar het was in de kopgroep. De kopgroep begint wat te verbrokkelen. Benatti was het eerste slachtoffer. Hier begint het ook wat steiler te worden tijdens deze klim. Steven de Jonge. Ja,
Ja, dit is niet zijn terrein. En hij heeft al zo godschuwelijk veel werk verzet daar in de sprinten van Bonen. En die Husov eraf? Ja, en Husov die zie je. Die zal 2 dagen niet een goede doen hoor. Het gaat niet. Dit is niet de Noor die we kennen. En de kopgroep, als dit de eerste zijn. Dat zijn de eerste. Maar die liggen bij elkaar met Tessel, Rinero, Mercado. Het zijn precies de namen die we genoemd hebben. En Landaluze. Dat zijn de klimmers. Dit is een leidende Husov. Dit is geen wilskracht. Dit is afzien. Bogert zit in ieder geval voorin. Op het vinkertouw. Fletcher was het al. Was vroeg eraf. En toch veel Paske ook achterin, valt mij op. Met Mayo. De tekenen waren duidelijk aan het begin van deze etappe. Mayo beleeft weer eens een van zijn slechte dagen. Wat is dat met die man? Dit seizoen bezig aan een wederopstanding. En dit gaat niet meer goed komen. Mayo is er veel te vroeg af in de staat van het peloton. God, waar zijn de tijden dat hij gewoon naast Armstrong naar boven reed. Hem op Alpe d'Huez eraf knalde. Dat kan toch niet allemaal zomaar weg zijn? En Kessler rijdt gewoon handjes op het stuur. Een beetje op kop. Krijgt in zijn oortje te horen, niet te hard. Het is nog ver, het moet nog lang. En Maaien ondertussen aan het elastiek en aan het spartelen. Totaal onvoorspelbare tour met gekke dingen. Mayo eraf, zo vroeg. Bijna tegelijk met Husov. Fletcher komt weer naar voren. Ja, die kijkt eens opzij. Die denkt, wat zie ik hier? Mayo, het gaat goed met me. Ja. Als je maar voor een etappe had gezegd, ik zit halverwege de etappe naast Mayo, dan denk je, ik heb een goede dag in de berg. Unai Etxebarria. De man die in de eerste week zoveel in de aanval heeft gereden. Die is bij hem. 123. Dessel en Mercado rijden met z'n tweeën aan de leiding. Gevolgd door Landaluze en Rinero. Het zijn groepjes van twee steeds. Vasseur en Moreni vormen ook een tandem. Isasi en Spriek ook weer met z'n tweeën. Dat betekent dat Postuma zich niet meer in de voorste gelederen bevindt. Dit is een leidensweg voor Mayo. Een ja, onbegrijpelijk ook. Hartstikke lief van die Echeverria om dat te doen. Maar dat helpt echt niet hoor. Dit beeld het frustreert en alleen maar verder. Ja. Mercado gaat voor het bergklassement. En zal zijn puntjes gaan ophalen hier. Oorcategorie, dat wil zeggen 20 punten voor de eerst aankomende, 18 punten voor de tweede aankomende. En Mercado was iets te vroeg met zijn versnelling. Ja, en als hij dan straks op de Marie Blanc ook nog punten kan pakken, dan heeft hij de trui. Op dit moment heeft Pinot 28 punten. Maar die sprokkelde die punten op heuveltjes van de derde en de vierde categorie. Dessel heeft iets beter opgebouwd. Nou, dat Dessel dit kan, dat is goed hoor. Dat, dit is het eerste jaar dat hij echt zijn neus aan het venster steekt. Hij heeft nog eens een koers gewonnen in 2000 en toen een hele tijd niks. En nu de Ronde van de Middellandse Zee. Een buitengewoon goede Parijs-Nice. Waarin die 18e werd in het eindklassement, maar ook de klimmen mee bepalend was. En Mercado is natuurlijk toch een gerenommeerde klimmer. En je ziet dat hij hier gewoon op de pijnbank legt. Ja. Moet je kijken, wat een ambitie, want hij zal hem er toch niet echt af willen rijden. Het is nog 90 kilometer. Dessel gaat als eerste aantikken op de eerste zware beklimming in deze ronde van Frankrijk. Mercado volgt hem op een paar seconden. Belangrijke punten voor het bergklassement, volgt een lange afdaling. Excuses voor de beeldkwaliteit, maar het is vrij bijzonder dat we onder deze omstandigheden met mist toch nog beelden hebben.
Hier rijdt Pinot overigens achterin. Pinot die al weet dat hij zijn bergtrui de komende dagen kwijt zal raken. Hé, hey Gonchar, wat zit je al ver achterin? Sergei Gonchar hangt een beetje. En als je in het wiel van Moncoutier zit, dan zit je niet goed. Ja, en Gonchar zit hier niet omdat hij even een plasjeswezen wezen plegen. Nee, Gonchar. Die zit lossen. Die hangt aan het elastiek. Ja, dat is interessant gegeven. Nou, dat is verbazingwekkend. Kom, we zeiden nog, wie gaat hem eraf rijden? Nou, zijn eigen ploegmaten zijn hem hier aan het afrijden. Maar er is ook niemand die bij hem blijft. Kortom, hij kan geofferd worden. Ja. Want we zijn vier even, man bij de beste vijf, hè? Herbert, ik zit me nog even bij te... Ik zit hier bij te komen van het feit dat Gonchar een vaste top 10 klant in de Ronde van Italië, waar de klimmen vele malen zwaarder zijn dan in de Tour. Dat hij op de eerste de beste klim al gewoon los, terwijl er nog 50 man voor hem rijden. Kijk wat een peloton nog. En de Marie Blanc moet nog komen. Ja, hij heeft het niet makkelijk. De Tour is de Tour. Hij heeft hem hier al op de 23 liggen. Ja. Ja. En weten zijn eigen ploegmaten niet dat de gele trui aan het los is. Sienkiewicz hier op kop. Kessler heeft nou een keertje overgegeven. Leipheimer daar in het lichtblauw. Sastre zit daar naast het en CSC. De onvermijdelijke Moreau. Ja, die is toch makkelijk mee. Ja, die zit mee. Ik vind het verbazingwekkend. Gonchar nu al in de problemen. Afdaling op de allereerste call. Dessel waarschuwt ook, denk ik. Want je gaat hier volle bak naar beneden. Er zijn renners die zeggen van ja, als je de afdaling niet kent, dan kun je maar één ding doen onder dit soort omstandigheden. Rijden op de remlichten van de motor. En als je ziet dat zo'n motor voor je gaat remmen, je ziet dat lampje branden, dan weet je ongeveer wat je staat te wachten. Niet ongevaarlijk hoor. Nou, het is een brede afdaling, dat kan je hier ook goed zien, die niet al te steil is, moet ook echt bijtrappen. Dat is wel wat anders dan wat je vaak ziet in die smalle bergweggetjes bezig met ravijnen links of rechts van je. Terwijl hij hier gewoon een colaatje zit te drinken. Kun je dat voorstellen hoe frustrerend dat is voor de niet-klimmers? Maar Kessler is in de kracht van zijn leven. Is een kracht van zijn wielercarrière. Maar kijk eens naar die hele team opgroep. Zes man. Pal in beeld. Iets hierachter zit Grini. En alleen aan het laatste wiel hangt Gonchar te floeperen. Die valt uit de toon in zijn hele trui. Ze hebben dus heel even rustig aangedaan. Ja, Landeloos is aan het terugkomen. Hij was als derde boven op de top. Ja, dat is mooi. Toch een Bask. Mee vooruit. We vragen ons toch wel af of dit groepje nog meer uitbreiding gaat krijgen. Rinero aangesloten. Dus we hebben er nu vier. Dat zijn ook de beste vier klimmers. Hebben een tijdje met z'n vieren gereden. Vanuit die kopgroep hadden zij de beste klimmersbenen. Toch is het heel voorzichtig dalen wat we hier zien. Ja, dit is op zijn 11.30ste hoor. Savoldelli zal er ook ergens tussen rijden. Die kan dit achterstevoren op zijn fiets nog. Dat is de meesterdaler van het peloton. Die heeft zich nog niet laten zien. Waardoor het verschil nog altijd 10 minuten is. Isasi komt ook terug. Ja, dat is leuk. Een vechtlustige vent die dit jaar echt een paar mooie dingen al heeft laten zien. Ook al top 3 in de sprint. Heel zijn eerste week op die sprint heeft gestort. Gewoon zich er overal tussen gekwakt. Vechter is het. Toch is het opvallend dat de voorsprong van die koplopers eigenlijk alleen maar groeit. 10 minuut 22 wordt nog gezegd. Zou je denken in de afdaling zal er nu toch onderhand wel tempo gemaakt mogen worden, maar nee. Ja, maar we hebben hier is geen sprake van een sprintersploeg die het gat moet dichtrijden. Dit zijn gewoon de T-Mobile renners die de boel controleren. De goede trein is vertrokken. Die rijdt hier over die hele berg uit elkaar gereden.
Maar moet je niet concluderen dat men de controle kwijt is als de voorsprong 10 minuut 22 is? Dat is te groot. Vijf man nu bij elkaar. Dessel, Isasi, Landaluze, Rinero, Mercado. Vijf mannen die kunnen klimmen. Vijf mannen die naar de volgende col gaan. De col de Marie Blanc. Van de eerste categorie. En dan een lange afdaling richting Po. Dat is dan nog een heel eind. Nou, die Dessel moet je die ruimte niet geven. Hij is de nummer 28 van het klassement op 3 minuten 50. Dan is de voorsprong van 10,5 minuut te groot. En dan zou ik zeggen, controleer maar wat harder dan naar beneden. Ja, maar ik denk dat de T-Mobile ploeg ook zo denkt. Dessel, nou goed, die heeft in het voorjaar de Ronde van de Middellandse Zee gewonnen. Op een hele mooie manier overigens. Maar je gaat trui toch niet weggeven? Ook al is het, zijn we nog niet halverwege. Nou, laten we het bekijken. We hebben nog de Marie Blanc. Dan zal het peloton wellicht toch wat aanvallen en speldenprikken te verduren krijgen. En dan zal de T-Mobile ploeg iets het tempo verhogen. Maar ik denk niet dat ze in dit stadium van de strijd het al de ploeg gaan opblazen. De vijf vooraan krijgen gezelschap van Moreni en Vasseur. En zeven man gaan beginnen aan de beklimming van de Marie Blanc. Hier worden Postuma, Quinciato en Vogt ingerekend door het peloton. Dat betekent wel dat zij een minuutje of 10 hebben ingeleverd. Want zo groot bedroeg de voorsprong van de kopgroep. Misschien ook een verstandige keuze geweest. Ja, als je merkt dat je gewoon die kopgroep niet bij kan houden. En dan krijg je ook opdracht waarschijnlijk om niet je krachten onnodig te verspillen. En het is voor hun een heel gunstig moment. Ze hebben redelijk kunnen uitrusten. En als die klim dan begint, dan krijg je natuurlijk meteen weer verbrokkeling in dat peloton. En dan kan je een mooi groepje uitzoeken. Erg jammer dat we die kopgroep niet kunnen volgen. Want daar gaat natuurlijk het een en ander in de beslissende plooi vallen. Mazzoleni bepaalt hier de gang van het peloton. En hier zijn we op het iets makkelijkere deel van de Marie Blanc. Daar komt Rinero in het geel dus. Maar dat makkelijkere deel, dat duurt maar 2 kilometer. En dan krijgen ze meteen met 11% voor hun kiezen. Daar gaat Mercado. Ja. Die gaat het proberen. En Dessel gelijk mee natuurlijk. Dessel kan inderdaad aansluiten. En de andere, en Moreni wil wel graag. Is wel knap hoor. Wat een versnelling van Mercado zeg. Ongelooflijk. En Dessel moet echt het uit zijn tenen halen om het wiel van Mercado te kunnen vasthouden. En het echt steile stuk moet nog komen. Het is een kaarsrechte weg. Dat is de ellende met die Pyreneeën. Daar leggen ze niet van die mooie bochtjes naar de top. Om een mooi stijgingspercentage, wat regelmatig verloopt, te vinden. Nee, ze leggen die wegen er recht tegenaan. Het zijn weer dezelfde twee als op de vorige col. Dit zijn echt de betere klimmers. Ja. Geen verrassing eigenlijk. En ze weten dat ze een gat moeten hebben. Want als in de afdalingen dat 40 kilometer vlak die Vasseur en Moreni terug kunnen komen. Berg je dan maar. Ze moeten afstand nemen. Ze moeten wel, anders worden ze geklopt als het straks tot een eindsprint komt. En deze mannen hebben zo snel mogelijk natuurlijk hun eigen tempo gezocht. Landaluze drinkt nog aan. Ja, die was toch langer mee dan net, de eerste call. Mazzoleni doet bulswerk. Met als gevolg dat de voorsprong van de koplopers nou wel iets slinkt tot 10 minuten en 13 seconden. En zal Rasmussen nog iets proberen? Ik denk dat we moeten wachten tot morgen. Ja, de favorieten zitten natuurlijk allemaal in die grote groep daar bij elkaar. Onder leiding van de T-Mobiles. En de twee koplopers lopen nog niet heel ver weg hoor.
Van der Loeze, die zijn eigen tempo gezocht heeft, die heeft ze nog in het vizier. Daar komt Rinero. Daar komt Moreni. Het is nu ieder voor zich. Vasseur. En Inaki Isasi. Dit is het meest ellendige stuk van de Marie Blanc. Ze nemen heel weinig afstand. De achtervolgers blijven ze in het vizier houden. Daar waar ze ze op de eerste call kwijtraken, zijn ze gewoon nu binnen schootsafstand. 15 seconden hoor ik hier. Ja, en het pleit voor Moreni straks als hij terug kan komen in de afdaling. Moreni weet dat maar al te goed. Hij heeft ervaring in het winnen van ritten en grote rondes. Landa Luze. Het is jammer dat je vanuit dit soort posities nooit echt kunt zien hoe steil het is. Lenders heeft nog één helper bij zich. Althans voorin. Of zit er achterin ook zit helemaal niets meer? Het is ongelooflijk. Oeh, niets. Niets. Dan mag je je zorgen maken. Gonciar, zak naar achteren. Geen Moos. Geen Moura. Hier hebben we één. Ja, die zit op sterven na dood. Die kan niks meer helpen. Die moet geholpen worden. Ze zijn bijna boven. En toch, het ziet er anders uit dan de call die we hiervoor hadden. Toen ze elkaar nog op leven en dood aan het bestrijden waren voor die puntjes boven. En Dessel is nu gewoon echt sterker. Het ziet er naar uit dat Mercado zijn beste kruid verschoten heeft op de eerste beklimming. En dan is het nog 40 kilometer. 40 kilometer naar de streep. Ze gaan nog op het gemakje ook. Ja, dat is. Daar is Landa Luze al. Nu al, ja. Die verliest dus minder dan een halve minuut. Kijk hem strijden in zijn eigen Baskenland. Het stikt hij werkelijk van de Basken. Hoewel niet in de grote getalen die we in het verleden wel eens gezien hebben. Hier komt Rinero. Met ja. Moreni achter zich. En de Vasseur moet daar nog weer achter zitten. Moreni gaat terugkeren op het voorste plan. Ja, want dat minuutje dat moet je wel dicht kunnen rijden. En daar zien we de gele trui op doemen. Ja, ja. Gonciar. Gonciar bungelt. En spartelt. Een leider in de ronde van Frankrijk leidt. Daar gaat Rasmussen uiteindelijk proberen. We zaten er een beetje op te wachten. Het is niet alleen een benentest. Hoe goed is hij nu werkelijk? Dat is de vraag. Hij heeft heel weinig koersdagen, we hebben het al gezegd. Da Cruz wordt opgeslokt. Maakt ook deel uit van de oorspronkelijke kopgroep. Maar hoe goed is deze man nu echt? Nou kijk, hij is goed. Wij weten het. Niemand kan het eigenlijk weten omdat hij het hoofdzakelijk doet met trainen. Mag zich het hele jaar op de Tour richten. En rijdt nu toch gemakkelijk weg uit die groep. Met Foten in de problemen. De drager van de witte trui, Marcus Foten. Ja, die man die kan 12 worden in de Giro. En eens meer het bewijs. In de Tour gaat het niveau gewoon een paar graden omhoog. En weer Leipheimer. Hier. Leipheimer, absoluut. Die zo makkelijk leek mee te gaan. Dan gaat het licht toch uit. Maar ik heb de indruk dat Foten Gonciar wel achter zich heeft. Oh, wat een slijtageslag zegt deze etappe. Die begon in de eerste kilometers met strijd. Echt een slijtageslag met Cunego ook hier, zie je dat? Damiano Cunego, die toch al niet helemaal goed was voordat hij begon aan deze ronde. Je kunt niet gokken op de ronde, zal ik wel meedoen, zal ik niet meedoen? Het is alles of niks. Maar dit geeft wel hoop voor de dag van morgen. Precies. Hij kan Cunego is aan het lossen en hij is hier gewoon aan het koersen. Ja, goed zo. Dus met Rasmussen zit het wel goed. En dat is een
Een goed gegeven ook. Opbeurende gedachte. Juist. Kraantje voor de borst. Kraantje voor de borst zoals het hoort. Het ging hem echt alleen maar om de punten. En met de vingers in de neus rijdt hij gewoon 20 seconden weg op de Marie Blanc. Hoe zat het ook alweer met de punten op de kool van de eerste categorie? De voorste krijgt 15 punten. Vervolgens 13, 11, 9. En dan gaat het 8, 7, 6, 5 tot 1. En kan hier Moreni terugkeren. Wij krijgen door dat hij op 1 minuut zou rondrijden van deze twee. En dat ook Landerloeze niet kan aansluiten. Dat betekent dat deze twee mannen gewoon zich helemaal aan het leegrijden zijn. Vooral Dessel doet dat. Echt aan het leegrijden zijn om te zorgen dat ze niet kunnen terugkeren. Want ze weten dat iedereen die terug kan keren, kost hun een plek. Scheelt een plaats in de einduitslag. Maar Gonciar zit er nog bij, hè? Weliswaar achter in het peloton. Rasmussen laat zich natuurlijk inlopen. Valt niets meer te verdienen onderweg. Het gaat nu in een gestrekte draf richting Po. Voornamelijk afdalen, maar niet helemaal vlak. Dessel doet in ieder geval goede zaken voor de bergtrui. Dat heeft u kunnen zien. Mocht hij de etappe niet winnen, dan zal hij wel op het podium verschijnen vandaag. Als nieuwe drager van de bolletjestrui. Landerloeze, ja, over zwemmers zit... gesproken. Ja, maar die is nog niet verloren. Kijk, hij ziet ze rijden. Oh nee, dit is wanhoop. Dit is geen wilskracht. Kom op joh, al die Basken hier. Nog 25 kilometer. 2 tegen 1, hè? Het is 2 tegen 1. En Landerloeze. En daar waar het iets omhoog gaat. Hij is er nog niet. Is Landerloeze in het nadeel. Hij moet het niet hebben van het klimmen ten opzichte van Mercado en Dessel. En nu reizen we weer verder weg. In die afdaling. Ik moet nog zien dat hij het haalt. Kijk. Ja, dit is ver hoor. Dit is ver. De verschillen in beeld. Peloton op 9,5 minuut. Poursuivant, de achtervolgers op 1,40. Landerloeze zat op 6 seconden, zit nu op 16 seconden. Ongelooflijk, wat moet die man een pijn leiden hier op de fiets. Nou, wielrennen is hard. Het is 2 tegen 1. En Landerloeze gaat niet terugkomen zoals het nu lijkt. Ja, hij is gebroken. En er komt nog een moment dat deze beide vrienden weer vijanden gaan worden. Hoe dichter de streep nadert. Maar nu even niet. Nu hebben ze elkaar nodig. Is dit niet mooie wielersport? Hij kwam tot op 6 seconden, Maarten. 6 ja, seconden. Staat tel echt. Tel ja. Tot 6. Dat was de achterstand. En dan denk je, één lange sprint en je bent er. Maar zo gaat het niet. Nee, je bent er meer een ventiel dat leegloopt. In plaats dat je nog eventjes een raket kan afsteken. Ik zei het aan het begin al. Je hebt 2 of 3 van die pijlen op je boog. Handgranaten, weet ik niet hoe je ze wil noemen. Ja. Alles wat Landerloeze had, dat heeft hij verbruikt en afgestoken. En hij weet het, hij ziet het. En nou zou hij nog steun kunnen krijgen vanuit de achterhoede. Want daar rijdt nog ergens Vasseur. Kijk, dit maar dat is, het moment. Ja, is meer dan ja. 2 minuten. Ja, nee, dat is te weinig duw die hij nu krijgt van de auto. Er zit te veel jury bij. Geef dan ook die andere bidon, zegt hij. En waar komt hij nu in de rol van knecht? Dus een gele truidrager die nu drinkbussen naar voren brengt. Kijk eens. Dit hebben we een wereldkampioen Bona al zien doen. Nou gaat Gonciar de post rondbrengen. Toch vind ik het opmerkelijk, want de T-Mobiles doen alsof ze hun trui verdedigen. Kijk, zo worden de drinkbussen aangereikt.
Maar is het niet wat ze doen ook, Maarten? Je zegt doen alsof ze hun trui verdedigen. Dat doen ze ook. Misschien niet die van Gonçar. Maar ze hebben nog vier bij de beste vijf in het klassement. Ja, natuurlijk. Het is hun verantwoordelijkheid om te achtervolgen. Maar ze hadden ook, ze kunnen gaan bluffen. Ze kunnen zeggen, Lenders, doe jij het maar. Kleuden. Kijk, Kleuden staat hoog. Dat is de man die toch meest gevaarlijk is voor de eindklassering. Dat laten ze nu ook zien, dat ze toch echt zijn kaart spelen. Want alle anderen hebben het mee op kop zien rijden. Dus daar komt al tekening in. Zou er al een afspraakje bestaan van Mercado, jij winnen, ik het klassement, Dessel? Want Dessel verricht het meeste kopwerk. Ja, dat is een logische afspraak. Ze hebben natuurlijk eerst elkaar helemaal nodig gehad en echt elkaar geholpen om die Landalouse kwijt te spelen. En ik moet je zeggen, ik heb dat verlies inmiddels verwerkt. Dus we kunnen nu weer vooruit gaan kijken. Ja, dit blijft toch zonde. En we kunnen nu eens gaan kijken. Ja, Mercado kan uitstekend finales rijden. Dat heeft hij een tijdje niet laten zien. Maar hij weet hoe dat moet. En hij is vandaag een van de initiatiefnemers geweest. Dus hij is er echt op gebrand en hij kan hier zijn blazoen weer oppoetsen. En hij moet die rit winnen, want een tweede plek telt niet. Hier, de hier onderhandelingen. Ja. Even stil zijn. Dit is gebruikelijk in het profmetier als de belangen parallel liggen. Alsof we moeten dan niet de suggestie wekken dat hier de koers verkocht wordt. Oh nee, zeker niet. Maar je moet praten om de belangen duidelijk te krijgen. Je hebt elkaar nodig gehad om zover te komen en nu nadert de streep. Maar een ongeschreven wet is, en je hebt het net gezegd, er wordt wel eens doorheen gefietst. De een winnen, de andere de leiding in het klassement. Dat is in dit geval een hele voor de hand liggende oplossing om te zorgen dat degene die mee heeft gewerkt, en dat zijn er hier twee, dat niet de een ten koste van de andere alles heeft en de ander dus niks. Er zijn ook nog mensen die familie hebben hier in de regio en vrienden en kennissen. Dan gaan we naar de laatste 2,5 kilometer en zullen we ook uitsluitsel krijgen over de vraag of er nog gesprint gaat worden om de zegen. Of Dessel zegt van nou oké, ik het geel, jij de etappe. Ja. Dan zou Mercado zich wel van een betere kant hebben mogen laten zien. Ja, je ziet ook. Met me eens? Ja, zeer. Kijk maar, je ziet ook dat Dessel. Het gaat een echt sprintje worden, ja, denk ik. Ja, dit is geen akkoord. Dit is niet zomaar 1-1 is 2, de oude wielerwet. En dan heeft Mercado hoog spel gespeeld. Ja. Want hij kan ook zowel, hij kan ook alles verliezen. Dan heeft Dessel zowel het geel als de etappe. Ze zijn niet akkoord, zo te zien. Ja, daar ben ik eigenlijk wel zo blij mee. Als ik eerlijk ben. Dat houdt de spanning er wat in. Gaat Dessel voor een dubbelslag vandaag geel en een etappe? Of gaat hij het in de sprint afleggen tegen Mercado, die een beetje laf heeft gefietst in de laatste 10 kilometer? Mercado heeft natuurlijk ontzettend veel gewerkt in het begin van deze etappe, ere wie ere toekomt. En het pleit ook voor beide renners dat ze gewoon tot de streep willen strijden voor deze overwinning. Maar Dessel is al heel lang niet van kop afgekomen. En heeft zijn één hoofdprijs is hij zeker van. Dat is de leiderstrui in de Tour. En daarmee wordt hij de opvolger van Veuclair. Daar het vod van de laatste kilometer. Ja, Dessel die gaat natuurlijk geen surplus doen, want die wil toch secondes overhouden. Hij blijft doorrijden. Maar hij vertrouwt die Mercado van geen meter. En ze moeten nog even een rondje rond de rotonde daar in de verte. En dan is de vraag of Landalouse daarvan kon profiteren in de laatste kilometer. Nou, dat zal niet het geval zijn. Meer dan een minuut. Dus dat is... Het zou me heel erg verbazen als Mercado dit sprintje ging verliezen. Te meer omdat hij heeft laten zien dat hij, als hij zijn koersen wint, dat hij ook aan kan komen. En er is nog iets waar Dessel op moet letten. Dessel is echt slechthorend. Hij zal dus niet kunnen horen of Mercado gaat aanzetten. Hij moet steeds kijken. Vandaar dat je hem ook constant ziet kijken. En we zitten dus binnen die laatste kilometer. Wat een prachtige, spannende finale. Gevangen nu in het zicht van de vaste camera. Maar ze praten nog, ze praten nog. Ik heb niet het idee dat de cadeautjes worden gegeven. Nee. Hij schelt hem uit. Rotzak.
vijf kilometer niet op kop komen. Maar niet helpen, ik leg je erop in de sprint. Hij schakelt nog een tandje, hij schakelt een tandje lichter. Hij is niet zeker. Maar het zou me verbazen als hij deze sprint ging verliezen, Mercado. Na het vele kopwerk van Dessel en de belangen van die renner uit Frankrijk, van AG2R. In ieder geval een ploeg die kan juichen in deze ronde van Frankrijk. Dessel, ja, Mercado. Gaan, het is begonnen. Dessel rechts, Mercado. En prachtig, ze gaan erom sprinten. Schitterend, Mercado gaat hier afstand nemen van Dessel. Dessel pakt het wiel van Mercado. Oh, Mercado, kom op. Mercado of Dessel, is het een klein ploegje? Het is nog niet hoor, hij is er. Oei, Mercado wint voor Dessel. Het is de ene etappe, de ander het geel. Zo is het wel wat eerlijk verdeeld. Een gemiddelde van bijna 40 per uur in een bergetappe. Zeldzaam hoor. Geweldig gereden. En Landaluze, een eervolle vermelding op zijn minst. Maar wat zal dit een pijn doen? Landaluze wordt dus derde. Christian Moreni wint van Rinero de strijd om de vierde plaats. Isasi wordt zesde, Vasseur zevende. En daar komt dan het peloton. Inzet de achtste plaats. En die is voor Daniele Benatti, de Italiaan, voor Zabel. En Carzelli wordt tiende. Maar dit gebeurt ver achter de grote winnaars van vandaag. Dat zijn er twee. Mercado wint de etappe. Dessel wint en de bolletjestrui en de gele trui. En dan tel je mee in Frankrijk. Ja, 2 jaar geleden won hij de 18e etappe in de Tour. En ook toen versloeg hij een medevluchter in de sprint. Juan Miguel Mercado zorgt al voor de derde Spaanse zege deze Tour. Pues la verdad que ha sido complicada, ¿no? Porque se ha salido muy rápido, era una zona de repecho. Y se iba muy rápido, ¿no? Y yo iba ahí atento y había muchas fugas, pero no, Telecom siempre la fuga de mucha gente cogía, ¿no? Y en un momento que se ha hecho una, y ya con 10 segundos yo he arrancado y me he mirado para atrás, me han dejado y claro, he tenido que hacer ahí como 2 o 3 kilómetros a 60 porque no cogía y al final pues era de los más fuertes para arriba en la escapada y... Y al final, con 10, no hemos jugado la historia. Supongo que te recuerdas de tu primera victoria. Esta victoria es muy diferente, ¿no? Sí, la verdad que todas las victorias son muy importantes, pero ganar en el Tour es impresionante, ¿no? Cuando te ves la línea de meta, el último kilómetro, lo das todo porque es una victoria muy importante. Es también muy importante por la clasificación general. Sí, él estaba primero con el mayor de la montaña y bueno, yo estoy segundo al mismo tiempo y la verdad que magnífico, ¿no? Después de 10 etapas, ¿no? Pues es muy bien. ¿No? Que es muy importante para el equipo y para mí. Mañana más montañas. Sí, mañana... Ya intentaré ir ahí en el grupo y bueno, ahí a ver si llego con el grupo de adelante y a ver qué cómo pasa en estos Pirineos. Daar staat het. Mercado van het kleine ploegje Agritubel wint dus voor Dessel. Dan de rest van de oorspronkelijke kopgroep. Landaluze op 56 seconden. Morenien, Rinero op bijna 2,5 minuut. Isasi en Vasseur op meer dan 5 minuten. Benatti wint op 7 minuut 23 de sprint van het peloton voor Zabel en Carzelli. Beste Nederlander vandaag is Michael Bogert. Ook hij kwam in de eerste grote groep binnen. Dat was best lastig. Ja, maar we zagen hier zo goed op de eerste rij meeklimmen. Ja, ik heb van voren geklommen gewoon. En, ik heb best wel afgezien nog, want het was een raar weer, een beetje benauwd. Maar het was wel lastig, maar verder niet echt grote problemen gehad. Vind je het lastig zo'n eerste dag in de bergen? Ja, soms heb ik er wat moeite mee, soms niet. En vandaag was het zo half-half. Wat kunnen we nog van je verwachten de komende dagen? Is dit nou iets waar je aan optrekt? Ja, morgen weet ik meer. Ik vind het moeilijk om deze dag goed in te schalen. Het is nog een vrij grote groep wat over is. Morgen zal het heel anders zijn, denk ik. En morgen weten we meer. Ja, Joost, wat zeg jij na zo'n etappe? Hé of zo? Poe, zeg ik, na zo'n etappe. Ja, het was super, de lastige rit. Gelijk vanuit vertrekken.
ontzettende glooiende wegen. Een kilometer bergop, een kilometer weer bergaf. Dat is echt het eerste uur in 46 kilometer per uur, geloof ik. Ja, en er zat nog een bergsprint bij je ook. Dus ja, dit is, ja, dat is echt ontzettende chaos, moet ik zeggen. En op een gegeven moment rijden een aantal mannen weg. Een aantal keer de flatjaal meegezeten. En op een gegeven moment rijdt er weer een groepje weg en er staat niemand mee. Dan sprong ik er nog naartoe. Maar ik merkte gelijk op die klimmetjes, die mannen reden heel erg hard bergop. Ja, wat denk je dan? Dan komt die grote berg en dan, ja, dan zal het wel gauw afgelopen zijn? Ja, dat weet ik zeker. Ik heb eerst de klim gewoon mijn eigen tempo gewoon omhoog gereden. Dan voigt achterop en we worden aan de voet van de Marie Blaan worden natuurlijk, ja, gewoon gegrepen. En als je kijkt wat er van de peloton nog over is, ik denk, ja, hoog had een man of 50. Ik denk dat het behoorlijk slagveld al is vandaag. Wat heb je aan gedacht onderweg? Oh, de morgen is nog lastiger. ik denk dat ik morgen 25 achterop ga zetten in plaats van 23. Koos, dit was een moeilijke dag, hè? Ja, absoluut. Dus vanaf het begin gelijk hard gekoerst. Dan zie je dat toch een hele overgang weer is van de vlakke ritten naar de bergritten. Verlies je tegen dat je er twee keer af moest? Ja, op de Col de Soudet had ik pech. Dus ik moest, na een paar kilometer moest ik wisselen van achterwiel. Toen was het al flink aan het verbrokkelen, dus dan moet je eerst de mannen die gelost zijn weer voorbij. En daar kwam ik wel weer terug, maar dat kost toch wel heel veel kracht. En dat bekoop je dan vervolgens weer op de Marie Blanc. Maar ik moet ook zeggen, ik had ook geen superdag vandaag en dan moet je zulke dingen al helemaal niet hebben. En wat kan je over het algemeen nu zeggen over jouw klimmersbenen voor de komende dagen? Ja, ze zullen sowieso moeten verbeteren. Vandaag eigenlijk mijn eerste wat mindere dag van de Tour en hopelijk gaat het de komende dagen beter. Ja, want wat je op de Marie Blanc ook zag was op een gegeven moment dat Lenders al helemaal alleen kwam te zitten. Hè? Dat is toch iets wat jullie zorgen moet baren? Kijk, we weten van tevoren wel dat we niet de absolute superklimmers bij ons in de ploeg hebben. Jongens als ik, Peña ook, moeten wel beter kunnen. Want hoe lang moeten jullie mee kunnen, zeg maar? Nou, kijk, als ze echt volle bak naar boven rijden en er blijven 10 man over, dan geloof ik ook niet dat ik nog mee ga zijn. En ik denk ook niet dat dat reëel is. We moeten gewoon zien hoe dat de koers gaat evolueren. Dan zien we het wel. Gaan we stellen maar, hè? Ja, het is een goed idee. Kijken we naar de Nederlanders in de uitslag vandaag. Niet echt een superdag, dus Bogert, de beste Nederlander. Plaats 61, Pieter Wening, Joost Postuma, Koos Moerenhout kwamen in een groep op 12 minuten binnen. Bram de Groot zat daar weer 4 minuten 33 achter. En Steven de Jong en Bram Tankink zaten in de laatste groep op ruim 24 minuten van de winnaar. Cyril Dessel beleefde het mooiste moment in zijn carrière. De 31-jarige Fransman mocht in zijn tweede tour de gele leiderstrui aantrekken. Monsieur Dessel, ce qui s'est passé d'aujourd'hui, c'est une rêve pour vous? Oui, c'est sûr que c'est un rêve qui se réalise. Même un rêve presque inespéré. Au départ du tour, mon objectif c'était une victoire d'étape, comme beaucoup de coureurs. Et je crois que cette première semaine, elle s'est bien passée pour moi. Je fais un bon contre-la-montre, pour moi qui ne suis pas un spécialiste, qui suis plutôt grimpeur. Et ce matin, j'ai eu de l'audace d'aller dans l'échappée, la réussite aussi que cette échappée puisse prendre de l'avance. Et bon, après c'est sûr que à 20 km de l'arrivée, quand j'ai su qu'il y avait le maillot jaune qui m'attendait, c'est des moments inoubliables. Et je crois que dans une carrière, avoir porté le maillot jaune du Tour, c'est le rêve de tous les coureurs. Donc c'est vraiment que du bonheur, c'est une petite revanche sur toutes les péripéties qui m'étaient arrivées jusqu'à présent avant le Tour de France. Vous avez maintenant le maillot jaune. C'est du maillot jaune pour un jour? Déjà pour demain, mais on va tout faire pour le conserver. De toute manière, je ne sais pas combien j'ai d'avance sur le deuxième, mais je vais faire le maximum, je vais me battre. J'espère que j'aurai récupéré. Demain, c'est une journée très difficile, beaucoup de col à monter. Donc on fera le maximum, on va se battre pour essayer de le garder. Bonne chance demain. Merci.
In het algemeen klassement heeft Dessel nu 2 minuten 34 voorsprong op Mercado. Gonchar is gezakt naar de derde plaats. Oekraïne heeft nu 3 minuten 45 achterstand op het geel. Moreni is vierde. Dan Landis en Rogers nog binnen de 5 minuten. Landalouz is 7. En dan volgen Sinkevic, Kleude en Karpets. Evans is 11e op 5 minuten 37. Net voor Zabriskie en Foten. Dan volgen nog kanshebbers op de eindzegen. Moreau, Savoldelli en Menchov op bijna 6 minuten. Verder nog in de top 20 Sastre, Hinkepi en Pereiro Sio. Beste Nederlander is Michael Bogert op de 44ste plaats op 9 minuten 27. Koos Moerenhout heeft al ruim een kwartier achterstand. Hij heeft Postuma en Wening in zijn buurt. Dan De Groot en De Jong op meer dan een half uur. En Bram Tankink is 147ste op bijna 39 minuten. Cyril Dessel is ook de nieuwe leider in het bergklassement. Hij neemt de bolletjestrui over van zijn landgenoot Jérôme Pinot. Dessel heeft 54 punten, 9 punten voorsprong op Mercado. Landalouz is derde en Rinero vierde. En overigens starten nummer 2, Mercado, morgen in de bolletjestrui. Dessel heeft al geel, 2 truien tegelijk is gewoon wat overdreven. Dat was het wat onze uitzending betreft. Wat de Tour betreft, vanavond is Mart Smeets er weer vanuit de Tour met Studio Sportzomer. Mart, waar ben je? Wat kunnen we verwachten straks van jou rond 11:15? Een heleboel. Laat ik eerst zeggen waar ik ben in de Ariège. Dat is in het niks. Ik bedoel, ik wil wel laten zien wat de andere twee levende wezens in mijn omgeving zijn. Behalve Frits Rijvers, de cameraman. Dat zijn mijn vriendinnen die daar staan. Dat is echt alles. Het is de uitloper van de Pyreneeën. Er gebeurt hier niets. Echt helemaal niets. Het is hier rustig, het is hier prachtig. De renners zitten daar een beetje, die slapen in kleine hotelletjes, voor zover ze kunnen slapen, want het is hier warm en drukkend. U wilt weten wat we vanavond doen? We hebben acteur Bas Muis. En die is op een fiets gaan zitten en die heeft gespeeld alsof die toerrenner is. Dat levert fantastische beelden op. En we hebben Henk Lubberding. En Henk Lubberding hoeft niemand anders te spelen dan Henk Lubberding. Want Henk is zo Henk als hij maar Henk kan zijn. En u weet, hij won ooit in Po, solo nog wel, een prachtige etappe. En Henk denkt na over koersen en Henk weet van koersen. Dus een man die speelt en een man die is bij elkaar. Maar de vraag was zondagavond, is hij het nou of speelt hij het nou? En nou denkt u, over wie heeft hij het? Zidane. Waarom deed hij wat hij deed? En waarom komen we er hier op deze rustige plaats nu ineens mee? Vanavond om 8:00 op het Franse Kanaal Plus was te zien hoe die Zidane zichzelf kon verweren. Of die een antwoord had op de vraag, wat is er gezegd? Waarom werd je zo kwaad? Waarom deed je wat je deed? En wij hadden een envoyé spécial. En die stuurden we gewoon naar het plaatselijke sportcafé. En die man komt nu ineens gewoon naast me staan. Bonsoir, monsieur. Ja, goedenavond. Bonsoir, ja. Ja, ik ben naar Café de Spoor geweest beneden. En daar heb ik naar dat interview zitten kijken. En ik heb eventjes netjes meegeschreven. Kijk, kijk maar even hier. Tussen de mensen zit daar. Ja, het oude handwerk, zie je wel. Keurig met een briefje. Bij de Volkskrant geleerd, ja. Onder andere. En daar hebben we dus Zidane op Kanaal Plus. En dan zien we zo meteen die kopstoot. Hij heeft niet gezegd wat die Italiaan precies tegen hem gezegd heeft. Heeft dat omschreven, hè? En hij zei, ja, het waren hele harde woorden. En sommige woorden komen harder aan dan gebaren. Hij heeft gezegd dat die woorden hem tot op het diepst van zijn persoonlijkheid hebben geraakt. En de interviewer die zegt, ja, maar wat is er dan precies gezegd? Kijk, daar komt die kopstoot. Ja, precies. Wat gebeurde er in het café toen dat gebeurde? Helemaal niets. Het was doodstil. Iedereen luisterde en keek, want Zidane die sprak gewoon door. Dus het bleef doodstil. En de interviewer die zei toen, maar waarom toch en wat? Waar ging het dan over? En ging het over je zuster, ging het over je moeder, ging het over je vrouw? Ja, daar ging het over. En dat werd verschillende malen herhaald. En dat was zo erg. Dat was een gebaar dat onvergeeflijk was. En het is dus niet degene die die kopstoot heeft gegeven die gestraft moet worden, maar degene die die kopstoot heeft geprovoceerd. Maar hij heeft dus niet het woord gesproken. Hij heeft dus niet het woord gesproken. Je zou ervan uit kunnen gaan dat hij dat doet als eenmaal dat onderzoek gaande is. Hij heeft wel zijn excuses aangeboden aan alle kinderen van de wereld. Want hij als voorbeeld vindt dat hij dit niet had moeten doen. En die kinderen die zijn techniek nadoen, die doen wel misschien ook die kopstoot na. Dus hij heeft tegen de kinderen gezegd, dat moeten jullie mij niet nadoen.
Mooi, merci, envoyé spécial. Het was leuk dat hij even langskwam, hè? Philip, blijf even slapen vanavond. Ja, wie weet. Ja, wie toch, weet, we hebben, doe ik dat wel. We hebben nog een klus voor je, ja. Dus vanavond, Bas Muis, acteur. Henk Lubberding voor helemaal zichzelf. En dat is om, hoe laat Jan vanavond? 11:15, dan zijn we hier vanuit het niets. En dat is heerlijk rustig, Dion. Leuk, hè, dat je Philip zo zag. Heerlijk rustig inderdaad. En Philip Freriks, het gaat dus niet alleen maar over wielrennen daar in het zuidwesten van Frankrijk. Vanavond 11:15 na het Sportjournaal is de Studio Sportzomer er morgenmiddag. Zeg ik u alvast om 11:15 de 11e etappe in de Tour de France. Een echte zware Pyreneeënrit met onder meer de beklimming van de Tourmalet. En met de Fransman Cyril Dessel in de gele leiderstrui. Al is het maar voor één dag. Of kan die voor een nieuwe stunt zorgen? Goedenavond.